Zoals jullie weten zitten gemene Mick en gemene Giel al heel erg lang in onze survival wereld. Alleen dat is niet heel erg fijn. Om maar een klein voorbeeldje te noemen. Dit huis was dus ooit helemaal paars. Maar nu is het helemaal grijs. Omdat gemene Mick en Giel dus alles met kleur willen veranderen in grijs. En ja, met gevolg zeg maar dat de stad er nu... hier zijn misschien nog wat gekleurde gebouwtjes. Maar het hotel is helemaal grijs. Mijn tankstation is laatst nog helemaal grijs geworden. Het winkelcentrum is grijs. Echt bijna. Nou, alles is grijs. Ook een postkantoor en zo. En ja, ik wil gewoon dat het nu een keertje klaar is. Paarstad, die is trouwens ook helemaal grijs. En dan denken jullie, Giel, ja leuk dat je wil dat het klaar is. Maar wat ga je daaraan doen om daarvoor te zorgen? Nou, ik heb een plan bedacht. En ik denk dat dit een plan is wat nog best wel eens zou kunnen werken. Want, wat ik ga doen. Ik ga een spoor achterlaten met diamonds. Die ga ik hier zo leggen op de grond allemaal zo. En dan ga ik hier in de berg een super grote ijzeren kooi maken. Met een deur. En als je die deur inloopt, ik zal het eventjes demonstreren, dan gaat het op deze manier en dan kun je erin, maar als je dan binnen zit, dan kun je er niet meer uit. Dus, op het moment als gemene Mick of gemene Giel hier inloopt, dan zitten ze vast in een gevangenis waar ze niet meer uit kunnen komen. Dus ja, dat was een beetje mijn idee. Ik denk dat het echt een super goed idee is. Alleen de gevangenis, die wil ik een beetje maken in een berg. En het moet eigenlijk een gevangenis zijn die er een beetje uit gaat zien als een soort kluis. Want ja, in een kluis is het natuurlijk logisch dat er diamonds liggen, dus dat leek me wel handig om te doen. Even kijken, pak even mijn schepje erbij en weet je wat, eens even kijken. Laten we hier gewoon in de berg een mooi stukje gaan uitrollen. Ik denk dat dat een goed idee is. Hoppakee. Kijk, dat gaat echt al ontzettend snel, dames en heren. Hebben jullie nou zelf nog leuke ideeën die ik in de survival kan doen? Laat het dan zeker even weten via mijn Instagram. Vergeet me daar zeker niet even te volgen, want ik zet heel erg vaak een poll in mijn story waar jullie kunnen stemmen wat ik moet doen of dat jullie echt ideeën zelf kunnen achterlaten. Dus wil je nou mee bedenken wat er in de survival gebeurt? Vergeet me daar zeker niet even te volgen. Dat zou fantastisch zijn. En kijk eens even, het begint erop te schieten met de ruimte. Het moet natuurlijk een soort van cel worden, dus het hoeft niet mega groot te zijn, maar het is wel fijn om een beetje overzicht te hebben hier binnen. En ja, ik wil dus echt de vloer helemaal van iron. Ik heb echt genoeg blokken gepakt net bij de iron machine en ik had ook nog superveel blokken liggen. De plafond moet van iron, de muren moeten van iron, echt alles moet van iron. Je kunt hier dadelijk niet meer doorheen komen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Dus ja, zo doen mensen. Dit gaat er fantastisch uitzien. Ik weet het zeker. Oké, ik denk dat ik hier nog ik ga deze kant van de muur nog uitbreiden. Twee blokjes. Want ik hak dus ook al een stuk weg wat dadelijk allemaal iron moet komen te staan. Dus daar moet ik wel een beetje rekening mee houden. En dan ga ik hier nu ook nog eventjes... wacht eens even. Wat is dit? Wat is... Oh, dit is een hele oude... Oh, dit is de kluis van de bank. Oké, weet je wat? Ik ga niet verder deze kant op. Ik ga dit netjes eventjes dichtmaken. Want ik wil natuurlijk niet dat gemene Mick en Giel de kluis van de bank dadelijk leegroven. Dat zou echt niet handig zijn. Nou, weet je wat? Dan hol ik de berg aan deze kant nog wel even een stukje meer uit. Ja, daar ligt niemand wakker van. Helemaal prima. En ik denk dat ik de vloer dadelijk ook nog één blokje dieper ga uitgraven. Ik ben trouwens wel echt super blij dat we nu netherite hebben. Ja, mocht je dat nou gemist hebben, Mick en ik hebben dus netherite gehakt in de nether. En dat hebben we gedaan omdat we erachter kwamen dat gemene Mick en Giel dus ook netherite hebben. En om ze ooit te kunnen verslaan als dat nodig is, hebben wij dus nu ook veel netherite met echt, ja, gewoon een supergoed zwaard. Ze gaan ons nooit meer kunnen verslaan. Ik weet het zeker. Of nou ja, dat is niet helemaal waar, want ze hebben ook al een keer Mick zijn huis opgeblazen met een bazooka, dus die hebben ze ook gewoon nog. En let's go. De vloer is eruit. Ik denk dat het tijd is om te gaan bouwen hier zo. Alleen denk ik dat we misschien nog heel eventjes hier een iets groter stuk moeten gaan uitrollen zo. Ja, dat lijkt me wel een strak plan. Fantastisch. Hoppakee. En dan zie je hier dadelijk gewoon één grote kluis vanaf de buitenkant. Dat lijkt me een goed idee. Oké, dan ga ik hem toch nog even één blokje uitbreiden aan de achterkant, want dan moet eigenlijk nog een klein stukje groter. En voor de mensen die zich misschien afvragen van, Giel, waarom is je stem zo wat helemaal weg? Ja, ik ben ontzettend verkouden, maar dat houdt me niet tegen om nog video's te maken. Dus hier ben ik dan. Weet je, ik stop natuurlijk niet met opnemen. Dat is niet de bedoeling, mensen. Eens even kijken. We hebben alweer bijna deze hele vloer volgeplaatst met iron blocks. Ik moet zeggen, het doet een beetje... Jeetje, dit gaat niet goed. Ik moet zeggen, het doet een beetje pijn om al deze blokken op de vloer te zetten. Want dit zijn best wel dure blokken. Even voor jullie beeld. Voor één zo'n iron blok heb je dus 9 iron nodig om te maken. Dus het is best wel een duur project. Maar op deze manier is het wel heel erg veilig. Want wie gaat er nou uit iron blokken ontsnappen? Even serieus, sterker kan niet. Of nou ja, ik had het natuurlijk ook van obsidian kunnen maken. Maar daar had ik niet zoveel zin in. Weet je hoe lang dat duurt om al deze... Stel, al deze blokken moesten obsidian zijn, hè? Potverdikkie, dan was ik echt een jaar bezig om dat voor elkaar te krijgen. Nee, dit is gewoon even makkelijk. Want ik heb natuurlijk dat
Iron Farm ook en zo. En nou ja, jullie snappen het wel. Hoppakee. Kijk eens eventjes, mensen. Dan ziet het er tot nu toe zo uit. En weet je wat? Ik ga gewoon het plafond nog even eruit hakken. Ja, ik blijf bezig, mensen. Sorry. Maar ik denk dat dat gewoon het mooiste gaat zijn dadelijk. We moeten er gewoon echt uitzien als een mooie kluis vanaf de buitenkant. Maar het is dus een gevangenis. Maar dat had ik jullie al verteld, hè? Oké, ik ga hier gelijk weer eventjes verder met het plaatsen van deze blokjes. Zo, en hoppa. Kijk eens even. Dit is... Oh, er moet nog één rij. Kijk, en nu is hij helemaal af. Of nou, dat is niet waar. Die deuren moeten er natuurlijk nog in. Weet je wat? Ik denk dat ik gewoon één deur doe. Ik denk dat dat beter is. En weet je wat ik ook ga doen? Ik ga hier dus dit zo bouwen. En gewoon echt aan alle kanten eigenlijk gewoon zo. Hoppakee. Zo. En eens even kijken wat ga ik hier dan weer doen. Weet je wat? Ik zet hier gewoon nog een blokje neer. Dan pak ik even een iron deur erbij zo. Hoppakee. En die ga ik dadelijk hier plaatsen. Maar dat moet ik nou nog niet doen. Want dadelijk sluit ik mezelf hier op. En dan kom ik er nooit meer uit. Maar wat ik ook nog als idee had om het nog een stukje steviger te maken. Is om hier de binnenkant ook helemaal vol te plakken. Of te plaatsen. Plakken? Wat? Met iron bars. Ik denk dat dat nog een heel stuk steviger wordt. Want dan kom je hier dus binnen en dan denk je van... Oh, ik zit dus wel vast in een gevangenis nu. Het is helemaal geen kluis. Hoppakee. Ik doe het plafond ook gewoon. Waarom ook niet? Zo, hoppa. Kijk eens even. Hier kom je niet zomaar uit. Dat hoop ik in ieder geval. Oké, dus ja, mensen. Dit is dus gevangenis vanaf nu. En hier zet ik nu een deur neer met een pressure plate zo. Kijk, en als je nou hier doorheen zou lopen, dan zit je erin en dan kom je er nooit meer uit. Dit is helemaal goed. En in principe zijn dit ook wel een beetje de gemene Mick en Giel kleuren. Het enige wat ik nu nog moet doen is eventjes een spoor maken van diamonds. En daarmee ga ik dus hopelijk gemene Mick en Giel hier deze gevangenis inlopen. Of ik bedoel kluis natuurlijk, hè. En om een spoor te maken heb ik hier hele speciale item frames. Kijk, dit zijn onzichtbare item frames. En hier ga ik dus een diamond neerleggen zo. Hoppakee. Ik moet het een beetje gaan verspreiden. En weet je wat? Ik ga de diamonds een soort van daarheen richten. Zodat het misschien nog een klein beetje duidelijker is. Zo, dan leg ik hier nog eentje neer. Kijk. En dan richt ik hem een beetje die kant op. Even kijken zo. Hatsa. Ja, die leggen we daar neer. En dan leggen we hier nog even een diamond neer. En dan leg ik hier ook nog eventjes een diamondje neer. En ik heb er nou gewoon nog 10 over. Oké, weet je wat? Ik ga er gewoon nog eventjes wat meer plaatsen. Want ja, dan kunnen we maar beter gewoon een heel erg duidelijk spoor maken hier zo. Kijk eens even, mensen. Dit begint er fantastisch uit te zien. Kijk dan. We hebben hier gewoon een heel spoor. Kijk, ja, dat kan niet missen. Zo, hoppakee. En ik moet misschien nog eventjes duidelijk maken dat de diamonds echt hier zo liggen. Dus ik ga er hier eventjes nog een paar meer plaatsen zo. Hoppakee. En dan doe ik hier nog eentje op dit gebouwtje. Ja, kijk. Nu lijkt het echt op een soort van diamond kluis. Dus wat ik dan hoop wat er gaat gebeuren. Weet je wat? Ik doe wel even na hoe dat gemene Mick of Giel dit gaat vinden. Wow. Zie ik hier nou in één keer diamonds liggen? Oh, die ga ik stelen. Oké. Oh, volgen. Oké. Ja, deze kant op. Oh, wat een kluis. Oké, hier moet ik naar binnen. Want, en kijk, dan zou je er dus zeg maar inlopen. En dan zit je vast. Dan kom je er voorlopig gewoon niet meer uit. Mensen, wat denken jullie? Gaat dit werken? Ik heb zelf nog geen idee. Ik hoop het alleen heel erg. Want ik wil gemene Mick en Giel nu echt eens even een keertje gaan vangen. Want dit kan zo niet langer. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik ga hem ook eventjes checken. Maar vergeet er zeker niet op te klikken, want anders mis je een heel gedeelte van het verhaal.